In deze boerderij aan de Tientweg West in Lekkerkerk wonen Nel en Gerrit Speksnijder met hun kinderen Jan en Trudy. Vorig jaar werden ze tot hun grote verrassing eerste in de competitie om de kwaliteitsprijs Boerenkaas 1999. De Jan den Besten trofee was voor hen. Maar of de Speksnijders die prestatie dit jaar kunnen herhalen, is nog maar de vraag. Goeiedag. Aan de gastvrijheid zal het niet liggen. Het leven van Gerrit de Nel wordt beheerst door kaas. Zomer en winter zorgen de ongeveer 50 koeien voor de melk, die door Nel met groot vakvrouwschap wordt verwerkt tot prachtige kazen. Haar werk is haar hobby. En met haar man is het niet anders. Met veel plezier zorgt hij ervoor dat het de hoogproductieve dames aan niets ontbreekt. Kaas maken is een bewerkelijk ambacht. Keren en plastificeren zijn dagelijks terugkerende werkzaamheden. De totale productie wordt door Nel en Gerrit aan huis verkocht. Reclame maken ze niet en dat is ook helemaal niet nodig, want de klanten weten het bedrijf toch wel te vinden. Gerrit en Nel Speksnijder. Een leven in kaas. En dat terwijl de maakster absoluut niet dol is op haar product.